Hey, ik ben Robin. Leuk dat je kijkt. Wil jij weten wat je allemaal kunt doen met courgettesoep? Dan zit je hier goed. Allereerst laat ik je zien hoe je een basis courgettesoep maakt. En vervolgens hoe je deze op 3 manieren romig kunt maken. Maar ook hoe je met 3 heerlijke smaakmakers de basis naar een hoger level kunt tillen. Ik begin bij de basis. En dit heb je nodig voor 4 personen. 1 middelgrote ui, 2 tenen knoflook, 3 courgettes, 1 eetlepel traditionele olijfolie en 2 kippenbouillon-tabletten. Oké, stap 1. Eerst pel en snipper ik de ui. Door hem eerst te halveren en een inkeping te maken, kun je hem heel gemakkelijk pellen. En dan ga ik ze snipperen. Vind je het nou lastig om een ui te snipperen? Snij dan de zijkant en de bovenkant een paar keer in. En dan zul je zien dat het snipperen moeiteloos gaat. Easy, toch? De knoflook pel ik ook. Door met het lemmet van je mes op de knoflook te drukken, kun je de knoflook gemakkelijker pellen. Kijk maar. En als je de teentjes net zoals een ui snijdt, heb je in no time ook hier kleine blokjes van. En voilà! Door naar de courgettes. Ik haal eerst een klein deel van de boven- en onderkant van de courgette. Daarna halveer ik ze in de lengte. En dan kan ik ze in halve plakken snijden. De olijfolie verhit ik in een soeppan. Wanneer deze warm is, dan kan de ui erbij. Dit fruit ik 3 minuten. En het fruiten zorgt ervoor dat de smaak en aroma van de ui vrijkomt. Dit ruikt al heerlijk. De laatste minuut voeg ik ook de knoflook toe. Dan ook de courgette. En dit bak ik dan nog 5 minuten mee. De bouillon-tabletten verkruimel ik hierover. Wil je deze soep geheel vegan maken? Gebruik dan vegan bouillon-tabletten. En wil je een iets gezondere soep? Gebruik dan bouillonblokjes met minder zout. Dan kan het water erbij. Wil je dikkere soep? Gebruik dan iets minder water in het begin. Dit breng ik aan de kook en laat ik 10 minuten zachtjes koken. Het vuur mag uit en dan pureer ik alles tot een gladde soep. Wil je deze soep nou nog een smaakbooster geven? Pureer dan bijvoorbeeld verse basilicum, selderij, tijm, salie of dragon mee. Voor het volledige recept van deze basissoep, check de beschrijving onder de video. Deze courgettesoep is in de basis natuurlijk al heerlijk, maar dit kan natuurlijk altijd romiger. En ik doe dat op 3 manieren. De eerste manier is als volgt. Na het pureren van de basissoep voeg ik 100 gram kruidenkaas toe. En verwarm ik de soep nog 2 minuten op middelhoog vuur. Dan klop ik de rest van de kruidenkaas los met wat water. Dit gaat het garneren een stuk makkelijker maken. En dit garneer ik nog even met de losgeklopte kruidenkaas. En voilà, de eerste romige variant is af. We gaan door naar variant nummer 2. Je raadt het misschien al. Je kunt hem ook romig maken met room. Ik voeg na het pureren 100 ml room toe. En ik hou 25 ml over voor de garnering. En ook hier roer ik de room goed door de soep en verwarm ik het nog even 2 minuten op middelhoog vuur. Ga jij liever voor vegan? Gebruik dan haver of sojaroom. Dan is deze variant bijna klaar. Ik maak de soep af met de resterende room. En klaar is Kees. En dan gaan we gelijk door naar de volgende. Bij deze manier gebruik ik gorgonzola. Ik voeg de helft van de gorgonzola toe aan onze basissoep. De andere helft verkruimel ik en gebruik ik als garnering. De gorgonzola voeg ik toe en dan pureer ik de soep tot een glad geheel. Je kunt de soep nu eventueel ook nog verwarmen. En dan is de laatste romige variant ook bijna klaar. De overige gorgonzola verdeel ik over de soep. En dan is de soep helemaal af. En dat waren ze. De 3 manieren waarop je de basis courgettesoep romig kan maken. Klik zeker even op de infokaart hier rechtsboven om de stappen nog eens terug te lezen. Naast het romig maken van je basis courgettesoep kun je ook verschillende kanten op met 3 heerlijke smaakmakers. En de eerste smaakmaker die ik ga inzetten is pesto. En die maak ik natuurlijk helemaal zelf. Eerst ga ik de Parmezaanse kaas raspen. Net als goudakaas alleen uit Nederland mag komen, heeft ook Parmezaanse kaas een beschermde oorsprong. De harde kaas wordt door de Italianen ook wel koning der kazen genoemd. En toegegeven, ik snap al waarom. Dan rooster ik eerst even de pijnboompitten. Het is jou ook vast wel eens overkomen dat je die hebt laten verbranden. Vandaag gaat dat niet gebeuren. Volgende stap. De basilicum voeg ik toe aan de hakmolen. Dan de Parmezaanse kaas. De helft van de pijnboompitten. 1 teentje knoflook. En ik maak het af met wat zout en peper. Dan is het tijd om te mixen. Tijdens het mixen voeg ik langzaam de extra vierge olijfolie toe. En net als bij wijn verschillen ook de smaken bij olijfolie. Ben jij meer fan van zoet of juist van bitter?
Gebruik altijd een olijfolie die jij lekker vindt. Dan zul je zien dat ook de pesto in de smaak valt. Dan voeg ik de helft van de pesto toe aan de basis courgette soep en pureer ik dit er nog even doorheen. En dan is de soep al bijna klaar. Ik maak hem nog even af met pesto en de geroosterde pijnboompitten. Dit is toch een topsoep voor pesto lovers. En dan gaan we door. Weet je wat ook lekker is in courgette soep? Spekjes. Ik verhit een koekenpan zonder olie of boter op middelhoog vuur. Omdat spekjes al veel vet van zichzelf bevatten en dit vet smelt tijdens het bakken, hebben ze geen extra olie of boter nodig. Deze ga ik in 10 minuten knapperig bakken. Kijk, hier zie je het vet al vrijkomen. En ik hou de spekjes in beweging. De spekjes laat ik eerst even uitlekken op een stukje keukenpapier. Dit zorgt ervoor dat het overtollige vet door het keukenpapier wordt opgezogen. En dan zijn de spekjes straks extra knapperig. En dan is deze variant ook weer bijna klaar. Ik top de soep nog even af met de heerlijke knapperige spekjes. En smullen maar. Dat ziet er toch heerlijk uit. Ik ben er nog niet. Tot slot laat ik je een topping zien van zalm en eikruim. Ik begin met het koken van de eieren. Die kook ik in 8 minuten hard. Na het koken laat ik de eieren schrikken en dan kan ik ze makkelijk pellen. De eieren prak ik fijn tot eikruim. De gerookte zalm snijd ik in repen. Dan ga ik garneren. Eerst het eikruim en dan de zalm. En kijk nou toch, dit ziet er toch ook weer fantastisch uit. En dat waren mijn favoriete varianten met een basis courgette soep. Om nog meer soepinspiratie op te doen, kun je hiernaast nog meer van onze video's bekijken. En heb je iets gehad aan mijn tips? Like dan deze video en abonneer je op ons kanaal. Tot snel!